dag Ajaxide van ons aller Ajax. Paddy hier en we zijn alweer bij workout nummer 9, de spitspositie. We hebben het natuurlijk over Klaas-Jan Huntelaar, Patrick Kluivert en natuurlijk Wilfried de Laat. Wat is dit nou weer? Niet uit, je bent nog niet begonnen toch? Maakt niet uit, Wilfred, of je nou clubmanager bent of niet, te laat is te laat. 1 minuut, ik ga niet moeilijk doen hoor. 1 minuut, straf, 5 burpees. Hoeveel? 5. Dat is wel onzin. Nee, ja, gewoon doen. 5 burpees, straf. We hebben hier bij Kicks maar 1 tijd en dat is op tijd. Wat gaan we vandaag nou doen? Vandaag hebben we de yoga push-up en we hebben de bicycle crunch samen met de voetbal. Wat heb je? Daarna gaan we op doel schieten als een echte spits. Maak nou even die burpees, jongen. Ja, 5. Dat is 5. Waarom ben je eigenlijk te laat? Nou, ik ben dus op zoek naar dat nieuwe thuisshirt van Ajax. Nergens te vinden. Kalverstraat, Arena. Daarom ben ik te laat. Maar in ieder geval, mensen. Deze training, deze workout, geven we het nieuwe thuisshirt van Ajax weg. What? Ik heb hem nog niet in handen. Ah. Maar geloof me, hand op maat, hij gaat naar jullie toe. Yay! We gaan beginnen met ronde 1. De yoga push-up. 30 seconden, let's go. Okay. Beneden en naar achteruit duwen. Goed zo, Wil. Hé, hey, maar Pet, wie gaat er volgend jaar bij Ajax in de spits lopen? Is dat weer Tadić? En we hebben Huntelaar. Huntelaar gaat geen, nog niet 30 wedstrijden spelen. Ja, die man heeft een hele lange reeks gehad. Is het goed fit nu? Zou het? Ja hoor. Tadić. Tadić doet het wel goed. Misschien, ik heb ook laatst gehoord, misschien met Tadić in de spits. En Promes op 10. Ook wisselen. Balletje pakken. Ja, balletje pakken. Uitspiegeltjes. Tussen de benen, Wil? Ja, tussen de benen. Ja, loopt. Hey, deze is lekker. Deze ken ik nog. Die hebben we vaak gedaan. Ja, weet je, deze van de home workout? Ja, dat was een mooie tijd, hè? Oh. Ik heb de verhalen gehoord dat jij dat nog steeds doet. Ja. Maar nooit hersteld. Maar als ze Tadić en Promes op 9 en 10 zetten, dan kunnen dat wel elkaar afwisselen. Dus dan kan Tadić uit de spits zakken op het middenveld. Dan kan Promes eroverheen. Ik zie daar wel wat in. Oh, het is tijd. En tijd. Oké, Wilfred. Dan gaan we dus door naar deze mooie voetbaloefening. En wat heb ik dit keer verzonnen? Nummer 9, de spitspositie. Moet beschikken over een goede volley. Dus vandaag gaat het om de volley. Raak je het doel, 1 punt. Raak je het net, straight net, 2 punten. Laat even zien. Nou, dat even laten zien. Hoeveel punten zijn dit? 0. Oké. Sorry. Let even op mensen, komt ie. Echte spits, hoppakee. Hoi! 2 puntjes, kom maar. Quizvraag nummer 1. Welke Poolse spits had bij Ajax het liefste met nummer 99 gespeeld? Ronde 2. Hey, hoeveel staat het nu in totaal tussen ons? 5-3. Komt ie, yoga push-up, 5-3. Halen we, hop, en daar. En volgens mij sta je nu alweer 2-0 achter. Wil, we hadden het de vorige keer over die comeback van mij. Hij komt eraan, hij is niet ver meer. Oh, het is in 1 overtil. De Fat Lady Sings. Is het, gaat het er zo eentje worden? Wat is dit nou weer voor uitspraak? Ja, ja, ja. Ken je niet. Gewoon de laatste bal niet geschoten. Ja, dat is waar. Ja, je maakt het wel moeilijk voor jezelf met die volley. Ik ga graag van uitdaging. Als ik denk aan de volley, omdraaien. Als ik denk aan een volley, oh, wacht even, die, ja, gaan we. Dan denk ik nog altijd aan Van Basten, hoor. Denk Basten? Nee. Ja, het is een Ajax Live workout, maar het Nederlands elftal, 88, dat is toch wel de volley der volleys. Dat is een hele mooie. Ja, wat mooi. Misschien kan jij dat straks ook wel. Daar moet je nu aan denken, dat moet je je visualiseren en dan lukt het gewoon. Let maar op. En misschien ook daar eens even aan denken, Wilfred. Positieve vibe, positieve vibe. Je kan het, Pep, je kan het. Was het echt een Ajax-speler geweest? Ja, en tijd. Nou, nu moet ik lekker warm maken, Wil. Neem je tijd. Hier! Tjuu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 
Dit nou? Yo, hou die ballen nou op het complex. Ja, ga je dat tegen mij? Ja, joi. Oké. Quizvraag nummer 2. In welke minuut verstuurde Patrick Kluivert zijn befaamde punter in de finale? Ronde 3! Mooie bal, Pet.
complimenten. Ja, Wil. Hè? Ik zei toch? We hebben er lang op moeten wachten, maar... Ah, joh. Wil, weet je wat het is? Dingen die mooi zijn, die komen niet echt snel. Die laten ook op zich wachten. Die bedenk je hier ter plekke. Die ken ik ook niet. Die heb ik nog nooit gehoord. Wil, hij is een pracht van de bal. Het hielp wel, hè, van mijn verborst te denken. Ja, dat is zwaar met die yoga poes, hè? Ja, ik heb mijn inhoud. Zeker naar die 5 burpees van net, of niet? Ja, wisselen. Nou, even die laatste bal goed aanraken. Hè? Ja, tijd loopt weer. Oké. Hey, maar die spits, hè? We kunnen ook die Brobbery in de spits gooien. Hè? Brobbery? Ken je die niet? Is dat? Ja, dat is die speelt bij Jong Ajax. Die buikt elke verdediging van de keukenkampioen divisie omver. Misschien moet die gewoon naar het eerste. Nou ja, weet je, wij zijn ook brede schouders aan het creëren van deze yoga-poesje. Als jij nog zo'n bal neemt, dan stel ik jou voor om het bij Ajax te gaan doen. Het is goed. Maar laat ik het even zien, hoor. Oké. Ja, maar Wil, jij mag nu als eerst. Oh, oké. Okay. Want ik heb volle vertrouwen dat jij die bal niet tussen de palen krijgt. Zeg maar even op. Hou het complex, hè. Mensen, goed beeld. Staan we goed op beeld? Komt-ie. Tjoekje. Oei, wat is dit nou? Moet wel dat je benen blijven staan, hè, Wil. Ik dacht, ik maak er een showtje van. 2-2, die van jou zit er nog niet in, hè? Ik wil ik ben blij dat jij het beste deel van jouw schot de duiken. Ja? 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 Ja! Woo! Quizvraag 3. Hoeveel doelpunten heeft Klaas-Jan Huntelaar al gemaakt voor Ajax? Workout 9 zit er weer op en van 5-3 gaan we naar 5-4. Hoor dat publiek even tekeer gaan in Wilfred. Ik bedoel, die laatste bal was natuurlijk echt weer prachtig erin. En ik heb natuurlijk weer glansrijk gewonnen van Wilfred. En we gaan naar workout nummer 10 en dan maken we er even 5-5. Ho, 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 ho. Niet te snel. Die ene bal die gooide ik net niet lekker aan, moest ik vanuit een moeilijke hoek. Je hebt weer gewoon een cadeautje gekregen. In ieder geval, volgende week, workout nummer 10. We zullen het zien. Als ik win, is het al afgelopen, hè? Dat weet je. Dus er staat ook druk bij jou. Het moet gebeuren. Hé, ik had dat shirt dus nog niet. Hè? Maar die gaan we dus wel weggeven, hè? Dat heb ik beloofd, hè? Dus het nieuwe thuisshirt van Ajax ga je winnen. Als je alle drie de quizvragen invult, reageren, gaan we loten. En de winnaar krijgt het nieuwe thuisshirt. Dan zeggen wij altijd, tot kicks, tot later. Welke Poolse spits speelde bij Ajax bij Ja, ik heb hem uit.